Heb je je haar zelf gestyled of is het door een kapper gedaan? Nee, ik doe eigenlijk altijd mijn haar zelf. Weet je, ik weet precies hoe en wat. En ik denk dat elke kapper heel erg kritisch is. En als ik dan bij de kapper zit, zit ik mezelf er toch mee te bemoeien. Dus ik doe het meestal zelf. Hoe heb je dit gedaan? Met krullers ingezet? Of? Ja, eerst gewoon wassen, lekker haarmaskertje. En daarna wel helemaal feunen met ronde borstels. En die laat ik er echt even in zitten. En daarna gaat er ook nog een krulset in. Ja. Ik heb het dit keer zelf gedaan met een heleboel krulsmelden. En vorig jaar had ik die toef als een half aardstuk. Maar dat vond ik mooier bij een lange jurk. En bij een korte jurk vind ik leuker het haar half lang of kort. Dus ik heb er een heleboel krulsmelden in gezet. En ik heb het dit keer kort. Hoe lang heb je erover gedaan? Met alles bij elkaar een uur en kwartier. Nee, ik ben vandaag helemaal zelf gestyled, van top tot teen. Ik vind spelen met haar en mijn kapsel gewoon erg leuk. Dus dat doe ik al jaren. En ik weet ook altijd wel erg goed wat voor look ik voor welke gelegenheid zoek. En inderdaad, ook met kort haar kun je natuurlijk ontzettend goed variëren. En persoonlijk ben ik erg dol op kort haar. En vrouwen met kort haar straalt toch al gauw pit en kracht uit. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar goed, iedereen moet het kapsel kiezen dat bij hem of haar past. Hè? Ja, dus mijn kapper Marvin Zwart heeft dat gedaan. Hallo. Is het een natuurlijke krul? Hoe heb je het gedaan? Ze heeft een natuurlijke krul, maar ik heb hem wel ietsjes gemanipuleerd, zeg maar. Ik heb er wel iets meer van gemaakt. Ja, en ook een paar matten erin gehangen, hoor. Dit is helaas niet mijn eigen haar allemaal. Ik heb de radio aangezet, onderwel mijn haar ingezet en daarna getoupeerd, heel veel lak erin gespoten en met kunst en vliegwerk en heel veel speldjes een soort van Grace Kelly rol in elkaar gedraaid. Ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Fijne avond. Ja, merci. Komt goed.